Het totaal aantal personen dat overleden is aan COVID-19 in Suriname is 38. Op de COVID-19-website staat het aantal nog op 30. De 8 anderen zijn niet op één dag overleden, maar 6 zijn in de afgelopen weken overleden op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en 1 is binnengekomen via de medische zending. Een andere persoon is maandag overleden op de intensive care unit van het regionaal ziekenhuis Wanica. Het aantal van 38 overledenen zal spoedig worden aangepast op de COVID-19-website. Dit maakt de communicatiedienst Suriname vandaag bekend. Ik moet een beroep op u blijven doen, om de moed niet op te geven. Terwijl we moe zijn, is het virus niet moe. Het blijft om zich heen slaan. Het blijft zich verspreiden, omdat we ons niet optimaal houden aan de maatregelen. President Tjan Santokki heeft maandagavond via radio en televisie de nieuwe COVID-19 maatregelen aangekondigd. Welkom, dit is het COVID-19 journaal. De maatregelen gelden tot en met zondag 23 augustus en houden verband met een aangepast uitgaansverbod. De avondklok geldt van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Een verbod op samenscholing met meer dan 5 personen, verplichte mond- en neusbedekking, met name in het openbaar. Restaurantbezoek kan onder strikte voorwaarden en let op, alleen voor werk, school, kerken en uitvaarten wordt een uitzondering gemaakt voor samenscholing met meer dan 5 personen. Het verbod op contactsporten blijft van kracht, sportscholen blijven gesloten. Individueel sporten in de buitenlucht mag wel. Contactberoepen zijn onder strikte bepalingen toegestaan. Besloten vermakelijkheden blijven verboden. Onder strikte voorwaarden blijven ook markten open. En ook het onderwijs wordt beperkt voortgezet. In zijn toespraak tot de natie benadrukte president Santokki meermaals dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid bepalend zal zijn voor indamming van het COVID-19-gevaar. De steeds stijgende cijfers zeggen ons dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. We merken op dat de meeste besmettingen plaatsvinden in het zuiden van Paramaribo en het noorden van Wanica. Wij zien tevens ook een uitbreiding naar de overige resorten en districten. Ondanks de gemaakte afspraken worden feestjes georganiseerd en allerlei samenkomsten, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van COVID-19 bevorderen. Dit zegt ons dat we niet zorgvuldig omgaan met onszelf en elkaar. Crisismanager Maartelise Eersel van het Outbreak Management Team benadrukt nogmaals waarom wij ons moeten houden aan de avondklok. Waarom een uitgaansverbod belangrijk is in de strijd tegen COVID-19. Ja, dus het uitgaansverbod geldt van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. En is het een uurtje vervroegd om het volk een signaal te geven van ik ga niet zwieren op straat zomaar, in clubs, bars hangen. Toch? Ga naar je huis. Want COVID-doroja, de COVID-overdracht in ons land heeft de vaart genomen en we moeten echt wel met z'n allen eraan werken dat het niet verder toeneemt. De maatregelen moeten zorgen dat mensen niet gaan samenscholen op plaatsen waar de kans groot is dat één persoon vele anderen besmet. Feesten is heel bekend in de hele wereld, ook in Suriname. Vooral feesten waarbij je blaasinstrumenten gebruikt, want als de blazer COVID heeft, dan is de verspreiding van het virus gaat nog harder door het blaasinstrument. Dus feesten kan echt niet. De afgelopen 2 weken is er behoorlijk gefeest. En kijk hier het resultaat. Zoveel besmettingen. Wanica is vol. KKF is vol. Waar moeten we nog meer vullen?
We hebben zelf nog een veldhospitaal in Wanica. En plaatsen in andere hospitalen gereserveerd. Dus we moeten echt de rem erop zetten. Feesten kan niet. Samenscholen van meer dan 5 personen niet meer. Grote begrafenissen met zinginit, die kan ook niet meer. Dus vooralsnog zijn de casino's nog gesloten en de jurybeds. Maar we hebben al richtlijnen voor ze gemaakt hoe ze, als het zover is, veilig open kunnen. De komende 2 weken zal het toezicht op de naleving op de maatregelen drastisch worden verscherpt door de politie. Waarbij beboeting bij het niet naleven zal worden toegepast. We gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen. En ik herhaal, wanneer we op elkaar letten en wanneer we onze eigen verantwoordelijkheid dragen. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Normalisering komt met verantwoordelijkheid. COVID-19 beheersen komt met gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dames en heren, we gaan het samen doen. Voor ons allen. Voor onze kinderen. Voor ons geliefd land Suriname. De president heeft tijdens zijn toespraak ook gezinspeeld op speciale protocollen voor onder andere casino's en het openbaar vervoer. Het proces tot het veilige nieuwe normaal is ingezet. De protocollen voor de verschillende sectoren worden geëvalueerd, bijgewerkt en beschreven. Op zeer korte termijn zullen de volgende protocollen worden geïmplementeerd. 1. Protocol voor winkels en kleine supermarkten. 2. Protocol voor casino's. 3. Protocol voor bettingkantoren. 4. Protocol contactsporten, waaronder SVB aangepaste trainingsprotocol voor de nationale herenselectie. 5. Protocol voor de transportsector. In de strijd tegen het coronavirus wordt er voortdurend crisisoverleg gevoerd tussen de vitale diensten en instanties. Op gezette tijden komt het COVID-19 Outbreak Management Team, die de situatie landelijk en nauwgezet monitort, bij elkaar. En aan de hand van hoe de COVID-19-situatie zich ontwikkelt, worden de nodige acties ondernomen. Epidemioloog Rajesh Ori, tevens de waarnemend directeur van het BOG, vertelt hoe het er aan toe gaat. Dus wat wij hier zitten, we zitten hier, kijk, er zijn maatregelen afgekondigd 2 weken terug. We evalueren, kijken waar staan we, hebben de maatregelen gewerkt, wat moeten we doen, hoe verder. Moeten we de maatregelen aanscherpen, moeten we sancties eraan verbinden, wat we bijvoorbeeld hebben gemerkt dat vorige week bijvoorbeeld de maatregelen mensen na 9 uur waren mensen gewoon normaal op straat. En we zeggen dit kan niet, om te gaan kijken hoe we dit gaan kunnen afdwingen. We begrepen nu dat er ook misschien boetes gaan komen, maar dat moet afgedwongen worden. Als we zeggen 9 tot 5, niemand op straat, moet niemand op straat. Het heeft te maken met de bewegingsvrijheid een beetje beperken, want het is person to person. Hoe meer beweging, hoe groter de kans. We zien nog steeds, vooral in de avonturen, dat jongeren, anderen blijven hangen op hoeken van straten. Je hebt mensen die dan ook bij elkaar komen om wat te drinken. Die dingen moeten we achterna laten. We moeten proberen om de COVID-regels in acht te nemen. Afstand houden met elkaar. En zodra je buiten huis bent, mondneusbedekking mee hebben. Dr. Steffen Vreden zit als infectioloog ook met zijn neus op de COVID-19-situatie. Over de onvermoeibare inzet van zorgwerkers in de strijd tegen het coronavirus heeft hij het volgende te zeggen. Het wordt steeds drukker in de zorg. Het Wanica ziekenhuis is echt zijn limieten aan het bereiken. Het maximale aantal patiënten is daar opgenomen. Er gaan ook regelmatig mensen naar huis, maar het is steeds voller. Dat is de reden dat er ook naar andere faciliteiten gekeken wordt. De 5e etage van het academisch ziekenhuis is inmiddels ook gebruikt als een COVID-afdeling. Het Sint Vincentius ziekenhuis gaat in principe vandaag in gebruik genomen worden voor althans een afdeling waar COVID-patiënten worden opgenomen. Het Strandhospitaal heeft ook al een kleine sectie. Dus ieder ziekenhuis draagt zo zijn steentje bij. En we doen er alles aan om te voorkomen dat wij meer vraag hebben aan zorg dan dat we kunnen bieden. Want zoals u weet, er zijn ook genoeg andere mensen, dus niet COVID-gerelateerde zorg,
waar wij naar moeten kijken. Dus we doen alles aan om te zorgen dat het niet meer wordt. En ik zeg er altijd bij, wij doen ons deel, maar alsjeblieft, de bevolking moet ook zijn deel doen. Ik bedoel, want op een gegeven moment gaat het, als het overkookt, dan hebben we er allemaal last van. Er zijn landen waar mensen niet in ziekenhuizen opgenomen kunnen worden en gewoon op de stoep op de straat doodgaan. En het is onze zorg om dat te voorkomen. En ik hoop echt dat iedereen dat beseft en dat iedereen eraan meewerkt. En het enige wat je hoeft te doen is, hou je aan de regels. Geen feesten, want we zien toch dat er mensen feesten hebben. Dat toch dat er allerlei meetings zijn, dat mensen eindeloos in grote groepen zitten te chillen. Dat is echt niet aan de orde. Dat moeten we gewoon echt niet meer doen. Dus dat is een beetje de stand van zaken. Het is niet rooskleurig. Wij proberen het te verbeteren. Of laten we zeggen in de hand te houden. Maar wij kunnen het niet alleen. De COVID-19-pandemie kent wereldwijd meer dan 20 miljoen positief geteste gevallen en ruim 700.000 doden. Suriname is niet gespaard gebleven, helaas. COVID-19 is er en gaat niet meer weg. Maar wij kunnen met z'n allen er wel voor zorgen dat de situatie beheersbaar wordt door gehoorzaam te zijn aan de maatregelen. Houd fysieke afstand. Was regelmatig je handen met stromend water en zeep of gebruik een handdesinfecterend middel. En vergeet vooral je mond- en neuskap niet. Heeft u klachten, twijfels of vragen over uw gesteldheid, bel gerust naar de hulplijn 178 of raadpleeg uw huisarts. Nogmaals, wees gehoorzaam en let goed op uzelf.